Welkom bij deze Talent Academy video over het maken van PDF-comments. In samenwerking met InDesign. PDF-comments gaan we uiteraard maken in Acrobat Pro of Acrobat Reader. Maar dan dit terugbrengen naar InDesign, dat is een zeer handige workflow. Dat is een die vaak gebruikt wordt, vooral als we moeten samenwerken met mensen die niet bij ons op hetzelfde bureau zitten, bijvoorbeeld, maar op afstand. En er zijn een paar ook heel interessante ontwikkelingen geweest de laatste tijd, waaronder vooral de PDF-comments die nu kunnen ingeladen worden in InDesign zelf. We gaan eens die volledige workflow bekijken. Waar moeten we op letten? Wat kunnen we daar allemaal mee doen nog met het samenwerken voor PDF-comments te bekomen? En hoe krijg ik die in InDesign en hoe verwerk ik die? Goed. Laten we eraan beginnen. Ik heb hier opnieuw mijn bestand klaarstaan, een InDesign-bestand. Er is al reeds een PDF van, maar ik ga die even overschrijven. Ik ga even opnieuw een PDF creëren. Dus dit is het design. En even een gewone export doen. Ik ga niet te veel spreken over de specifieke settings. Zowel een print-PDF als een interactieve PDF zijn hier mogelijk. Ik ga de bestaande overschrijven, inderdaad. Gewone PDF-settings, dat is oké. We zijn niet bezig met een PDF voor druk. Dit is ook best handig. View PDF after exporting. Dat zorgt ervoor dat hij onmiddellijk ook opent in Acrobat nadat hij geschreven is. Ik ga mijn InDesign-document dan ook best wel sluiten. Omdat ik heb nu mijn PDF voor commenting. Als ik hier nu nog op verder zal werken, is de PDF die gecomment wordt niet meer dezelfde als degene waar ik nu op verder heb gewerkt. Dus ik ga even dat proces stilleggen en ik wacht op comments. In Acrobat heb ik de comment tools nodig. Die staan in de toolbar rechts. Die kan eventueel geminimaliseerd zijn, maar dan zie je het icoontje nog. Maar het kan ook zijn dat die er niet staan bij de tools rechts. Dat is volledig customizable. Dus we kunnen die gaan toevoegen. We vinden ze terug onder tools. Er is een tabblad bovenaan links. Er is ook de knop More Tools die we kunnen gaan gebruiken. En we gaan hier de comment tools terugvinden onder Share en Review. Als we op de tool klikken, dan zijn die comments klaar. Maar als we op de close button drukken, dan sluit de tool, niet het document, dan is die comment tool weer weg. Ik ga die permanent toevoegen. Dan moet ik op de add-knop duwen onderaan. Ik ga dit ook even doen voor de send for comments, die ik later ook ga gebruiken. Nu staan die tools rechts klaar en gaan ook elke keer opnieuw, als ik mijn Acrobat open, gaan die daar staan. Ik heb verschillende commenting tools. De sticky notes die worden heel vaak gebruikt, eigenlijk bijna exclusief zelf. En dat is een beetje een jammere zaak, want bijvoorbeeld voor tekstcomments zijn die niet zo handig. Die hebben zeker een plaats voor ander soort comments. Maar we gaan even kijken als ik hier een comment plaats bij de tekst onderaan. Ik geef daar iets in van commenting. Even op de pauze-knop drukken. En hier ontstaat de verwarring. Als we daarop gaan inzoomen, een grafisch ontwerper bekijkt die comment, dan is het niet altijd even duidelijk waar de sticky note precies staat. Als je meerdere regels tekst hebt, kan dat vaak heel verwarrend zijn. We hebben hier twee data waar dat mogelijk op betrekking heeft. Dus hier kunnen wel fouten gemaakt worden. En dat is een reden waarom we liever niet sticky note gaan gebruiken voor dit soort comments. Maar we hebben een aantal interessantere commenting tools die betrekking hebben op tekst. Bijvoorbeeld tekst replacement. Dan ga je tekst eigenlijk tegelijk schrappen en een nieuwe tekst toevoegen. Gewoon even de tekst markeren met de tool. En dan geef ik mijn tekst in en ik druk op post. Ik kan dit doen voor andere dingen ook. Als je tekst highlight en die wordt niet onmiddellijk gemarkeerd met de tool, even opnieuw op de tool drukken. Er is een verschil tussen met de tool iets markeren of met de gewone tekstmarker. Maar je moet duidelijk die doorstreping zien en dat klein kadertje rond de
tekst die je hebt gemarkeerd. Pas ook op als je een spatie meeselecteert of niet meeselecteert. Dat heeft wel degelijk een gevolg, want die spatie die zal ook geschrapt worden als je die meemarkeert voor vervanging. In dat geval kan je ook best de spatie er opnieuw bijtypen als dat nodig is. Ik ga dit nu even verkeerd doen. Ik heb er de spatie niet bij gezet. Misschien even een tweede voorbeeld waar dat eigenlijk interessant kan zijn. Ik wil een nieuwe regel invoegen. Dus dan ga ik hier Belgium wil ik daar nog invoegen op een nieuwe regel. Dan kan ik met die insert text tool, kan ik daar op even een enter voor een lege regel en dan typ ik mijn volgende tekst. Zoals je ziet heb ik dus een lege regel toegevoegd. En dit is wel degelijk iets dat dan ook in InDesign zal mee ingevoegd worden. Spaties, enters en alle soorten witte ruimtes die we hebben. Dus let zeker op of je de goede witruimtes al dan niet gebruikt. Nu, je hebt er zelf niet altijd controle over. Andere mensen met wie je samenwerkt, die zijn daarmee bezig. Dus het is ook een beetje aan de grafisch ontwerper om hier aandachtig voor te zijn op het moment dat we de comments gaan verwerken. Ik ga hier even deze tekst schrappen. Dat was met de, tekst schrap toe. Mijn Acrobat draait even dol nu. Even geduld. Zo, deze is geschrapt. Die markering is rood. We kunnen dat gelukkig veranderen, want dat rood op rood komt niet zo goed uit. Dus de kleur van die markeringen die kunnen we gerust ook controleren. Dus ik ga even een andere kleur kiezen. Zo zien we ook beter wat we hier hebben gedaan. Dus ik heb hier tekst schrap tool gebruikt. Ik heb tekst replacement gebruikt en insert tekst. Dat zijn de drie teksttools die we in InDesign automatisch gaan kunnen verwerken. Dus dit zijn de meest interessante tools om te gebruiken. We hebben ook nog markeren en onderlijnen. Deze zijn geen automatisch verwerkbare edits, maar hebben zeker nog een plaats. Bijvoorbeeld, ik markeer hier wat tekst en ik wil hier aanduiden misschien een ander font gaan gebruiken. Dus daarvoor is het zeker nog interessant om de andere tools te gaan gebruiken. Zo, ik ga die even posten. Dan de sticky notes uiteraard hebben zeker ook nog een plaats voor het maken van algemene opmerkingen of opmaaksuggesties. Bijvoorbeeld mag dit een volle lijn zijn. Die schaduw gaan we ook even verwerken. Verwijder de schaduw. Zo, en dit gaan we dus verwerken in de commenting in InDesign op een later moment. Willen we ook misschien samenwerken, deze PDF versturen naar andere mensen? En we kunnen gerust samenwerken met de Send for Comments tool. Dat is eigenlijk dezelfde functie als hier rechtsbovenaan ook Share with Others. Daar is geen echt verschil tussen. En we kunnen hier dan aanduiden, is commenting toegelaten of niet? In dit geval willen we dat wel degelijk. We geven wat commenting in en we geven ook het e-mailadres in met wie we dit willen delen. We kunnen een deadline, datum, ook aangeven. Zo. En bijkomend kunnen we ook zelf nog een reminder aanduiden om nog eens te herinneren. Oei, de deadline komt eraan. Let erop. Wil je die comment doorgeven? Ik ga ook nog even mijn collega erbij zetten. Nog wat extra info of de commenting aangeven waarom het moet gebeuren. Je hebt dus geen Creative Cloud account nodig om dit te gaan gebruiken of de persoon die, met wie je dit geshared hebt. Dus die shared file, dat is nu eigenlijk een nieuwe PDF, die komt in de Document Cloud terecht. En die staat dus eigenlijk niet meer op je lokale harde schijf. En een andere persoon kan dus die Cloud PDF gaan openen en daarin gaan commenten.
ga even op done klikken hier. Ik kan zeker nog altijd op een later moment verder werken hierop. Dus ik moet gewoon weten dat deze nu terug te vinden is in de document cloud. Maar die is ook wel nog terug te vinden in de recent files. Bij mijn meldingen, als er wel degelijk iets gebeurd is in het document, zie ik ook dat er daar iemand heeft op gereageerd van mijn collaborateurs. En dan kan ik via die meldingweg ook die document cloud pdf gaan openen en bekijken wat er precies is gebeurd. Dus dit is geopend van de Adobe Document Cloud. Mijn collega heeft gebruik gemaakt van een van de tekentools voor de commenting. Zo, ik heb hem even gesloten om te tonen dat hij ook in de recent files ook terug te vinden is. Dus ook op die manier kan ik naar mijn shared document gaan. Nu wil ik dit gaan gebruiken, wil ik die comments in de zijn gaan inladen, dan zal ik even een kopie moeten opslaan. Vanaf dat ik een save as gebruik, dan gaat hij een kopie gaan opslaan. Dus dit is niet meer dezelfde als de document cloud. Dus als er comments bijkomen in de document cloud pdf, dan worden die niet automatisch naar deze kopie natuurlijk doorgestuurd. Dus je wacht best met het downloaden van de pdf op het moment dat iedereen zijn comments heeft doorgevoerd. Ik wil er wel zeker nog even aan toevoegen dat bij een shared review via de Document Cloud we een beperkter set hebben van commenting tools. Zoals de meest handige text tools, degene die we automatisch kunnen gaan verwerken, wel, daar zien we een pak minder van. Dus er is zeker wel een nadeel op dat vlak, maar er is wel de mogelijkheid om met meerdere tegelijkertijd in één en hetzelfde document commenting te gaan toevoegen. Dus we zien ook elkaars comments, wat zeker ook weer een voordeel is. Een andere manier om dit te gaan delen, die pdf, is die per e-mail te gaan doorsturen. In Acrobat zelf kunnen we die functie voor te e-mailen eigenlijk gaan initiëren. Dus je hoeft niet onmiddellijk naar je browser te gaan of naar je mailprogramma. We zien hier dus in mijn recent files de shared pdf, maar ik ga even terug de originele pdf openen. En ik ga deze even versturen per mail. Er is rechtsbovenaan een knop om die te gaan e-mailen. Ik ga hier eerst en vooral moeten kiezen wat wil ik gaan gebruiken, het mailprogramma van mijn Mac of wil ik mijn webmail gaan gebruiken. Ik gebruik liever mijn webmail, dus ik kan het gerust gaan aanduiden. En dan moet ik in dit geval een Gmail-account gaan ingeven. Dat ga ik nu even doen. Het link staat aan, we gaan dat gebruiken. Dus dat zal dan ook een Document Cloud link worden. En dan even gewoon, als dat nog niet gebeurd is, uw e-mailgegevens koppelen aan Acrobat. En dan opent Gmail. Er wordt hier automatisch een bericht gegenereerd. En ik ga dit nu even versturen naar een e-mailadres. Zo. En dan open ik met dat andere e-mailadres even die mail. Dat ziet er dan zo uit. En ik krijg hier een link die ik kan openen. Dit opent hier in de Document Cloud. Ik heb hier geen tools om te gaan commenten. Dus ik zal deze file moeten gaan downloaden in dit geval. We zien hier de koppeling opslaan optie. Maar dan moet je even aanmelden. Daar heb ik geen zin in. Je kan ook gewoon de downloadknop rechtsbovenaan gaan gebruiken. Dan ga je echt gewoon de pdf zo kunnen opslaan. Dat ga ik hier gewoon even op mijn bureaublad doen. En dan kan ik nu deze pdf gaan commenten zoals we daar net hebben gezien met de commenting tools. Ik ga er even vlug doorheen. Ik ga een paar comments verwerken. Well, dit is nu Talent Academy geworden. Even een opmerking over de foto. Ik
En hier ook nog de tekst vervangen door de Engelse versie. Zo, hier dit nog schrappen. En als ik hiermee klaar ben, dan hoef ik gewoon dit terug te sturen naar de persoon die dit naar mij heeft verzonden. En dan heeft hij ook een PDF met mijn comments in. Nu, mogelijk een kleinigheid waar je ook zal moeten op letten, is de PDF ook reader extended maken. Dat wil zeggen voor Acrobat Reader, want niet iedereen heeft Acrobat, maar Acrobat Reader daarentegen is gratis. Maar het is mogelijk dat die security settings van een PDF niet beschikbaar zijn voor gebruik met Acrobat Reader. We zien wel degelijk in Acrobat Reader zelf dat alle commenting tools er zijn. Maar bij de security settings van een PDF kan het zijn dat we zien dat, dat commenting not allowed is. We hebben daar niet altijd zelf controle over, omdat bepaalde manieren van sharen zorgen ervoor dat die commenting op not allowed komt te staan. Nu, daarnet bij de shared review bijvoorbeeld, was er expliciet een optie dat we dat kunnen allowen. Dus op zich is daar niet echt een probleem. Maar andere soort shared reviewing, daar kan dat wel eens gebeuren. Voor de zekerheid, of de persoon met wie je samenwerkt zegt van ik kan geen commenting toevoegen, wel, dan ga je even een speciaal soort save moeten doen. Save as other en dan reader extended PDF kiezen. Enable commenting. En dan gaan we dat even doen. Zo. Ik kan het ook gewoon even hernoemen. En als je dit ook even hebt gedaan, dan ben je wel zeker dat in de reader dit ook zal kunnen gebruikt worden, die commenting tools. Het is natuurlijk wel zo dat het Acrobat of Reader zal moeten zijn. Er zijn een hele hoop PDF-programma's, dus zorg ervoor dat je op dezelfde lijn zit, dat mensen niet gaan werken met ander soort PDF-readers, omdat de ene PDF-reader is natuurlijk de andere niet. Dus vermeld gewoon even dat ze ook zeker Acrobat Pro of Acrobat Reader moeten gebruiken. Zo. Als nu iedereen zijn comments heeft kunnen doorsturen, dan zijn we klaar om die te gaan verwerken in InDesign. Ik heb hier mijn PDF-comments verzameld in een inputmapje. Ik heb hier drie verschillende PDF-bestanden. De shared review, die via e-mail en die we zelf hebben gedaan. En we kunnen dit inladen via het PDF-comments-venster. Dit is vrij nieuw, niet sinds deze versie van InDesign. Maar die van 2019, als ik me niet vergis. Dan hebben we hier een leeg venster, een leeg paneeltje. En we gaan onze eerste PDF inladen. Voilà. Die worden hier dan mooi ingeladen in het venstertje. Ik krijg een kleine melding dat er ergens wel iets is misgelopen. Dat gaan we straks nog zien. Maar ik heb hier dus hetzelfde soort comments als ik in Acrobat zelf zou kunnen bekijken, als ik daar de comments over loop. Die komen ook hier terug. Als we daar doorheen klikken, dan worden die ook altijd mooi gehighlight. Een goede truc hier is even inzoomen. Dan gaan we veel beter zien wat we hebben gehighlight. Bij Belgium hier loopt het wat mis. En dat is omdat er met de commenting van Belgium daar iets is fout gelopen. Daarover straks meer. Even terug naar de andere comments. We gaan die overlopen. En ik wil ook mijn andere comments even gaan bekijken. En ik kan die daar ook aan gaan toevoegen. Dus we kunnen meerdere commenting PDF's gaan inladen. Dus ik heb hier die nieuwe comment uit die ene PDF. Daar was er maar één. Die staat daar nu helemaal onderaan. Ik ga ook de derde PDF even toevoegen. En ook daar zijn er nog een paar comments die aan het lijstje worden toegevoegd. Dus nu ben ik klaar om deze te gaan verwerken met de PDF Comments Tool. Wat moeten we nu precies doen met deze comments in InDesign? Het
maakt het al een pak gemakkelijker dat we bijvoorbeeld al niet over en weer moeten gaan tussen twee verschillende programma's, want mijn comments zijn hier nu heel duidelijk aanwezig. En die worden ook, als dat nodig is, gemarkeerd ook duidelijk hun positie in de opmaak zelf. Ik heb hier de verschillende types die ik gebruikt heb. Een insert tekst, een replace tekst en ik heb hier dan ook een tekst schrappen comment. En dit zijn allemaal de mogelijke auto-edits. We gaan ook zien dat bij dit soort comments er een accept-knop is. Dus als ik daarop druk, ik ga dit nogmaals tonen, even ongedaan maken. Voilà. Dan wordt dit eigenlijk al automatisch voor mij gedaan. Dus ik hoef zelf niets te gaan copy-pasten of te gaan typen. Dat vermindert duidelijk de foutenmarge hier. En ik heb ook een resolve-knop, het vinkje rechtsbovenaan. En in mijn filter, net zoals in Acrobat, kan ik mijn status op unresolved gaan filteren. Dat wil zeggen, als ik dan één geresolved heb, door op het vinkje te klikken, dat die uit de lijst verdwijnt. Die is er nog altijd, die is gewoon even weggefilterd. Dus die is zeker niet geschrapt of verwijderd. Ik ga even nog wat extra comments werken. Hier hebben we die Belgium comment. Daar is het wat fout gelopen, mogelijk omdat dat een schuine tekst is. En schuine tekst in Acrobat, ik denk dat dat niet altijd zo evident is. We zien hier ook duidelijk not mapped on page, dat daar een icoon bij staat. Dus die ga ik dan toch manueel moeten doen, maar de overige edits kan ik even automatisch verwerken. Zo, ik ga even erdoor gaan om te kijken wat automatische edits zijn. Ik kan deze eventueel ook automatisch allemaal verwerken. Apply all auto edits. Er is het fly-out menu rechtsboven in de PDF comments venster. Dat ene met die Belgium is daar even fout gelopen. Dat was de melding. Maar alle andere zijn verwerkt. Nu, het gevaar hier bij de auto edits is dat we uiteraard niet hebben gezien wat er gebeurd is. Dus het is meestal wel eerder aanvaardbaar om het toch één per één te gaan doen. Bijvoorbeeld hadden we daar geen spatie in de comments gezet, dan ging dat daar fout kunnen gelopen zijn. Dan zou daar waarschijnlijk geen spatie tussen November en East staan en dan zouden we dat manueel moeten verwerken. Dus je moet wel nog een beetje oplettend zijn als grafisch ontwerper of die edits goed gebeurd zijn door de commenter. Nu alle overige dingen ga ik nog vlug even verwerken van deze tekstedits. Zo. Hier bij Talent Academy, ook zeer interessant, of ook wel vrij logisch natuurlijk. Opmaakgewijs hadden we daar een old en een light samen. Dat zal niet automatisch overgenomen worden. Dus ook hier gaan we als grafisch ontwerper zelf de ingrepen moeten doen. Ik heb er ook nog wat geschrapte tekst, maar daar stond nog een vertical bar die ik dan even manueel moet verwijderen. Dus je snapt het wel, het is nog altijd een beetje aan de ontwerper om oplettend te zijn en te zien dat de comments goed verwerkt worden. Maar het is toch een pak sneller geworden nu dat we het rechtstreeks in InDesign kunnen zien wat de comments zijn. Ik ga de Belgium even dus manueel verwerken. Hier kunnen we niet font gebruiken. Ja. Zo. Hier alle andere edits. Een volle lijn hiervan maken. Gaan we ook vlug even doen. De lengte ook wat aanpassen. Schaduw verwijderen. Allemaal geen probleem. Ik druk altijd mooi op resolve. Als ik een comment verwerkt heb, dan heb ik een mooi overzicht van wat ik nog moet doen. Make the logo bigger, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Zo. En dan even als laatste nog de fotoverwerking. Gaan we even naar Photoshop voorgaan. Ik ga dit even in snel tempo uitvoeren voor jullie. Dan gewoon nog opslaan en sluiten. En we gaan terug naar InDesign. En dan ook deze resolved.
Op dit moment is alles resolved, dus ik zie weer mijn volledige lijst van comments staan. We zien ook in de filteropties dat terug automatisch show all comments zal aanstaan. Maar ze zijn wel verwerkt en we zien dat het vinkje rechtsboven dat wel nu een volkleur heeft, terwijl het anders een soort lichter grijs is. Zo zijn al mijn comments verwerkt. Ik ben hier klaar met de PDF comments. Ik kan dit venster sluiten. Ik zal mijn document ook even sluiten en opnieuw openen. Om toch maar even te tonen dat het inladen van die PDF comments, dat wel in het InDesign document onthouden blijft. Dus als we dit venster opnieuw openen, zien we wel nog altijd ons lijstje van PDF comments. Wil je die definitief weg, dan ga je die moeten deleten terug via het menu van de PDF comments. Zo, ik hoop dat dit een beetje interessant was voor jullie. Ik raad echt wel aan om leren gebruik te maken van deze tool voor PDF-comments, want het kan je echt wel heel wat tijd besparen. Zeker in deze tijden waar we op afstand van elkaar moeten werken en een beetje meer efficiëntie in hoe we met elkaar werken, kan zeker geen kwaad. Dan zie ik jullie hopelijk in een volgende video terug. Dag.